waarom gaat ze in vredesnaam niet een babydoos uitpakken? Het is vandaag zaterdag. Paul die moest net naar de kapper, dus hij had me heel eventjes hier afgezet. Ik dacht dat ik ook mooi even werken. Ik heb niet heel veel gedaan ofzo, behalve wat penselen uitgezocht voor een vergelijking, voor een blog. En heel lang met mijn moeder zitten facetimen. En ik heb weer wat nieuwe plannetjes voor Splendid, dus die wil ik wat verder gaan uitwerken. Ze blijven elke keer in mijn hoofd zitten. Maar ja, als je niks gaat uitwerken, dan gebeurt er ook niks mee. Dus daar was ik net mee bezig. En Paul is net teruggekomen, dus we gaan nu eventjes lekker naar Arnhem. En gewoon even het weekend houden, wat wel lekker is. Paul moet vandaag weer werken. Dus het is wel leuk om even wat samen te doen. Ik vind dat we trouwens een hele burgerlijke zaterdag hebben. Wat? We gaan gewoon even samen naar de stad. Ja. Dat komt echt nooit voor eigenlijk. Het is, we hebben dus heel veel geluk, want daar zit kachel. Ja. En daar zit Judith. Lekker warm. Kachel. Judith. Ik moet weer even naar een hondje. Terug. Ik heb hier echt een beetje een mini bloemenwinkeltje. Hier bloemen, daar bloemen. Deze heb ik net gekocht bij Nozili. Super fijne bloemenwinkel. Hebben ze altijd hele mooie en wat bijzondere bloemen. Waaronder dus ook de poppies. Papavers of klaprozen. Ik weet niet precies wat het Nederlandse woord is. Anyway, ze zijn echt heel erg mooi. En ik vind de naam alleen al heel leuk. Dit is een fritillaria. En als het goed is. Volgens mij, ik weet het bijna zeker. En ik heb ook wat nieuwe kleertjes voor achtergronden gekocht. Want die heb ik een jaar geleden heb ik al die kleertjes gekocht. Dus die beginnen nu wel een beetje vies te worden. Het blijft dan toch papier wat gewoon... Ja, je kan vlekjes er niet zo uithalen. Dus ik vind dat ik er al best lang mee doe. Toevallig kwam bij een winkel waar ze heel veel mooie kleertjes hadden. Ik kwam er trouwens achter dat je passepartoutkarton heel goed als ondergrond kan gebruiken. Ik heb vooral veel papier gekocht omdat passepartoutkarton gewoon een stuk duurder is. Maar daar zit een foamlaag zit daaronder. Waardoor het gewoon stevig is en dan krijg je niet zo snel kreukels in het papier. Zo, er kwam net weer een nieuwe levering Holbein binnen. Hij staat hier achter me. Het horen eigenlijk 5 doosjes te zijn. Maar het zijn er 3. Want blijkbaar zijn er 2 het verkeerde vliegtuig ingegaan. Dus gelukkig heb ik deze in ieder geval al. Maar ik hoop heel erg dat die andere 2 niet spoorloos verdwenen zijn. Of dat het super lang gaat duren. Anyway, ik ga in ieder geval eerst even deze doos uitpakken. Want ik ben heel erg benieuwd welke sets en zo hierin zitten. Ik hoop stiekem dat hier precies de sets in zitten die ik nu niet meer op voorraad heb. Maar dat zal je altijd zien dat die er juist niet in zitten. Dus dat ga ik doen. Maar het is een beetje koud hier, dus ik ga eerst nog een theetje pakken. Je zou misschien wel denken, waarom gaat het in vredesnaam niet meteen die doos uitpakken? Ik ben ondertussen wel een professional unboxer. Want ik krijg wel per dag echt een stapel pakketten binnen. Nou ja, het is een beetje verschillend of ik gewoon veel bestellingen binnenkrijg of niet. Dus ja, soms dan kan je dus heel eventjes gewoon rustig laten staan. Ik ben trouwens wel heel benieuwd wat erin zit hoor. Dus ik ga ze uitpakken. Ik heb geluk, want alle dingetjes die al van tevoren besteld waren, of tenminste de grootste sets die uitverkocht waren, die zitten erbij. Tenminste, ik heb nog niet alles gezien, maar een gedeelte in ieder geval. Dus daar ben ik heel blij om. En ik heb ook nog wat om uit te zoeken. Want volgens mij wordt dit een bouwpakketje. Ik had namelijk om een display bij de Acryla gevraagd, want het is nu echt een bende steeds met alle kleine doosjes. En dit hele pakket zit vol met kleine doosjes met Acryla.
Dus de pakbon is echt pagina's dik. Het is een heel... het is een heel pakket met papier waarin alles is gespecificeerd. Het duurt ook altijd echt wel een tijd om een bestelling te plaatsen per rolbein, omdat het zoveel verschillende artikelen zijn. Oké, ik ga even alles uitpakken en afvinken. En thee drinken. Ik heb heel gezellig een dagje met mijn moeder gehad vandaag. En een vrij dagje als ZZP'er betekent eigenlijk gewoon dat je de avond van tevoren en de avond daarna gewoon aan het werk bent. Tenminste bij mij, ik ben gewoon niet zo'n goede planner. En ik heb gewoon dagelijkse dingen die terugkomen. Dus not complaining, maar ik ben dus nu vanavond gewoon weer lekker aan het werk. Super lief, ik heb deze sjaal van mijn moeder gekregen. Echt super mooie combinatie zo met rood en fel en pastel en... Anyway, ik word echt heel erg blij van iets, want ik heb net een display van Holbein binnengekregen. De pakketjes zijn allemaal in gedeeltes binnengekregen, volgens mij heb ik dat gisteren al gezegd. Maar ik ga dus nu die display inruimen. Ik heb alle laadjes had ik gisteravond al ingeruimd. En nu ga ik de rest van de tubies doen en denk wat pakketten inpakken. Ik weet het nog niet. Anyway, mail beantwoorden. Ook een belangrijke. Kijk, ik laat even de display zien. Het is echt zo'n mooie plexiglas display waar laadjes in zitten. En ik zat nog even te twijfelen. Kijk, en dan blijft het hangen. En dan kan je nog verder doen voor de rest. Super handig. En ik zat nog eerst even te twijfelen van zou ik wel of niet de acryla meenemen naar de beurs. Maar die ga ik dus nu wel meenemen, want dat gaat echt heel makkelijk zo. Waar de doos waarmee deze is gekomen bewaar ik even. En dan kan ik hem als het goed is zo... erin zetten en op de beurs weer uithalen. Die displays zijn er natuurlijk ook echt voor gemaakt. Maar het blijft er gewoon goed rechtop in staan. Het zijn dus dingen waar ik extreem blij van kan worden. Heel erg fijn als je al je materialen goed kan organiseren. En misschien herken je het al wel van jouw penselen en pennen. Er is... laat ik ook even zo doen. Er is bijna nooit een goede display of zo voor te krijgen voor... waar je naar op zoek bent. Dus misschien nog wel een ideetje voor de shop. Dat is wel even mooi geweest voor vandaag. Ik heb heel veel opgeruimd. En het is nu 10:50. En ik ga maar eens naar huis. Good morning, daar ben ik weer. Het is hier echt nog super koud. Dus ik ga eventjes eerst een theetje drinken en nog ontbijten. Maar... de verwarming die stond nog niet aan, dus het is hier echt heel koud. Het is buiten ook echt min 6, dus op zich logisch dat het hier dan ook wel afkoelt. Ik denk dat het hier wel 15 graden is of zo. Nou, ik ga lekker slapen. Het is 9 uur en ik ben er alweer. Het is echt even slapen en weer door. Er komt zo meteen namelijk een vertegenwoordiger langs en ik moet nog even snel alles opruimen. Dus ik hoop dat hij niet voor 9:30 komt. Dan heb ik nog mooi heel eventjes om op te ruimen en even op te starten. Dus let's hope so. Die vertegenwoordiger kwam net langs en super leuk. We hebben eigenlijk best wel heel lang zitten praten. Volgens mij is hier wel 2,5 uur geweest of zo. Ja, we zaten gewoon leuk over pennen te praten en dan gaat de tijd heel snel. Dat is van Edding trouwens. Dus wie weet heb ik een leuke beursactie ook voor jullie. Dus dat zou wel heel leuk zijn, ook dankzij Edding. Oké, ik heb dus een beetje een baal uit de middag. Ik heb dus gisteren tot 1 uur 's nachts doorgewerkt. Dus dat merkte de dag daarna best wel. En het is best wel heel lastig om je bedrijf goed te laten groeien. Dat loopt wel iets meer tegenaan. Omdat de standaard werkzaamheden per dag ook gewoon best wel wat meer worden. Dus ja, dat zijn weer ontwikkelingen waar ik weer dan mee bezig kan zijn. Van hoe ga ik het allemaal aanpakken. En ik heb dan ook wel dat ik het vaak gewoon te snel wil doen. Zoals ik heb dan heel veel ideeën in gedachten die ik allemaal meteen uit zou willen voeren. Maar je moet ook een klein beetje lief zijn voor jezelf, denk daarin. Want je kan niet alles tegelijk. Maar dat is super lastig. Want in mijn hoofd wil ik alles tegelijk. En dan wil ik elke dag een blog online zetten. En dan wil ik elke keer weer nieuwe producten. En sneller groeien. En ik zou heel graag iemand willen aannemen voor het inpakken. Maar tot nu toe kan dat gewoon nog net niet. En dan blijf je een beetje zo hangen.
tussen zo'n groeicurve, denk ik. Maar het zijn, weet je, het zijn ook weer echt luxe problemen, want het gaat nu gewoon super goed. Maar ja. Zo, ik ga de stellingen wegbrengen. Ik ga ook eventjes een order ophalen bij Onpak. Misschien kan je ze wel heel veel leuke cadeauartikelen hebben ze daar zo. Dus misschien kan ik daar nog eens wat zien. Zo, ik ben bij Onpak. Ze zijn trouwens bij... Gisteren was ik aan het filmen, toen was de accu ineens leeg. En deze is ook bijna leeg, maar ik heb de andere in ieder geval aan de oplader liggen. Ik ga even een unboxing doen, want ik heb namelijk een scanner binnengekregen. En nog wat andere dingen. Maar die scanner word ik vooral... Ik heb de hele dag heb ik een beetje andere dingen gedaan, behalve bestelling inpakken. Dus ik heb nu een hele berg bestellingen in te pakken. De eerste nieuwsbrief is ook net de deur uitgegaan en het valt me best wel op dat hij echt goed gelezen is. Dus dat is wel echt heel leuk, want ik was bang dat iedereen hem gewoon meteen zou afmelden en in de vuilnisbak zou gooien. Dus dat is super leuk. Thanks voor het kijken als je dat hebt gedaan. En anders ja, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ik zal de link eventjes onder de video zetten. En daarin deel ik nieuwe blogjes, nieuwe producten. En wat persoonlijke updates. Ik loop snel naar buiten, want ik zie dat Paul probeert tot een vijver te staan op het ijs. En ik wil het ook even uitproberen. Even mijn telefoon vasthouden dat het verkeerd gaat. Trekkelijk. Dit is een beetje risicovol. Kijk naar die bubbels. Kijk naar die bubbels van het ijs dan. Ja, ik zal de Sam vasthouden. Wow, Paul, je staat op het ijs. Je zakt er denk ik echt doorheen hoor. Volgens mij is het ijs echt 10 centimeter dik of zo. Ik zie water bij de randdieren. Ja, dat drijft toch gewoon op die... Hoe dik zou dat zien? Moet ik gat in boren, waar je zegt. Kom, we kunnen er met z'n tweeën opstaan. Oh, het kraakt, het kraakt. Doe maar mijn telefoon maar terug. Oeh, veel te koud. Oh, ik ben met Priska lekker in de polder. Thanks.